U zou mij een enorm plezier doen als ik ook werd gecanceld. Ik, ik verlangen ernaar om gecanceld te worden. Kan dat niet. Kan dat niet geregeld worden. He? Misschien kunt u in de kamer een motie laten aannemen. Dat is toch al gebeurd? Ja, niet voor als je die ze die moest zijn bek houden, zoiets. Het Verossum, awesome. kunt u mij horen? Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je op Apple Podcast en op Spotify. Met Churchill waren wij gebleven bij het begin, volgens mij, van de Tweede Wereldoorlog. Ja, uh, dus we zitten nu in mei 40. Um, en, en dat is eigenlijk... Uh, hij wordt dan uh, parminister. Er was nog even een gesprek over wie dat worden moet. Uh, Lord Halifax was lid van het Hoge Huis... En die die was eigenlijk populairder in de, in de Tory-party, maar Halifax maar zei ja, vanuit het Hoge Huis kan ik geen prime minister, een goede prime minister worden, dus doe Winston maar. Dus zo is het, Winston Churchill geworden. Die echt het gevoel had, ik heb mijn hele leven hierop voorbereid, dit is het, dit is de baan van mijn leven, om het maar even zo te zeggen. En dat bleek ook het geval te zijn, dat, dat moet je absoluut je realiseren. En het, het is denk ik, nuttig om, om de omstandigheden van mei en juni 40 te schetsen. Omdat natuurlijk eh, ja, de meest dramatische gebeurtenis van dat moment was de val van Frankrijk. Hè? De Beermacht was erin geslaagd om in feite in drie weken Frankrijk te verslaan. Geacht als grote mogendheid. In, in de Eerste Wereldoorlog was het totaal anders gelopen. Dus ineens stonden alle geopolitieke verwachtingen, die stonden in feite plotseling op hun kop. Eh, Frankrijk, dat was duidelijk, zou op korte termijn capituleren. Hij was niet in staat om effectief partij te geven aan de weermacht. En dat niet alleen dit eindigt met dat drama, niet waar? Van Duinkerke. Waarbij je bij is. Dat die hele Britse Expeditionary Force plus nog wat Fransen op dat strand zaten. En, en ja, het, het wonder is dat Hitler eh, in feite die, die enorme, razendsnelle opmars van die panzerdivisies gestopt heeft, omdat hij bang was dat ze in de, mo de moeilijkheden zouden komen of dat ze te snel gingen eigenlijk. Dat was iedereen natuurlijk heel verbaasd over. Eh, ze waren ook enorm snel gegaan, ik geloof dat ze in tien dagen van. Na het overschrijden van de Maas in tien dagen naar beviel waren aan de, aan de, aan de kust. Terwijl een, dus, een tank helemaal niet zo snel rijdt, dus dat is best knap. Ja, maar dat is een van de dingen van de Duitse Weermachtziel, dat het tempo erin. Hè? Als je nou, ja, kom ik kom weer terug op die Russen. Als je erin slaagt om, om een, zeg, een tankopstopping van drie weken te veroorzaken, dan weet je al dat er op een of andere manier tactisch, maar wellicht ook strategisch iets honderd mis is gegaan. En ja, die, 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 die modus operandi van de weermacht was aanvankelijk een, een, een ja, enorm verrassend voor iedereen die ermee te maken kreeg. Het heet ook blitzkrieg, terwijl, dat dachten de Duitsers zelf, die, die, die dachten niet blitzkrieg. Het ging gewoon vlot en de tegenstanders waren incompetent. En iedereen was onder de indruk van, van iets wat nieuw was. We hebben het er ook al over gehad, dat in de loop van de oorlog, de tegenstanders aan begonnen te wennen. en uiteindelijk begrepen hoe je die Duitsers uh, of hoe je het beste kon verdedigen en eventueel uh, uh, ze Duitsers in het defensief kon sturen. Maar zover waren we nog lang niet ondertussen, Duinkerken. Dus daar ontstond eigenlijk een, een, een tijdelijke stilte. En in dat, die tijdelijke stilte zijn die troepen van dat Duinkerkerse strand uh, gehaald. Nou, ja, kijk naar die film. Hè? Waarvan ik begreep eigenlijk dat die film over Duinkerke, dat die een soort onderhuidse brexitboodschap had, zie je wel. We hebben daar niks te zoeken in de klote Europa en we moeten gewoon weg, terug, terug naar huis, dat, dat idee. Uh, maar denk je dus de situatie voor waar Engeland in, op dat moment, in het later voorjaar van 40 mee te maken had, namelijk dat zijn grote bondgenoot op het continent, Frankrijk, plotseling geïmplodeerd was, militair gesproken. En vergeet niet, de Verenigde Staten waren toen niet in oorlog met Duitsland. En de Russen hadden op dat moment een bondgenootschap met Duitsland. Dus Engeland stond er eens helemaal alleen voor. En ja, je begrijpt eigenlijk ook wel, als het geen Nederland was geweest, dan was Engeland ook gesneuveld in het voorjaar van veertig. Althans, dat is mijn indruk. Uh, en, en als je het even... Naar de tijd kijkt dan zul je zien dat vanaf het voorjaar van 40 tot in feite het late voorjaar juni 41 Engeland in zijn pieren eentje tegenover Nazi Duitsland stond, wat een groot deel van Europa had veroverd. En je hoeft geen geniale straat te zijn om te beseffen dat de Engelsen natuurlijk in hun eentje niet de flauwste kans hadden om terug te keren op het continent. om, om de Duitsers te gaan verslaan. Daar heb je totaal geen sprake van. He, dus het, het was in allerlei opzichten een wanhopige situatie. En het, het is in die wanhopige situatie. dat, dat Churchill heeft laten zien. Wat een, nou ja, wat een fenomenale oorlogsleider hij in feite was. Er is in het kabinet wel even gesproken over. ja, de toestand is zo hopeloos. En met name die Lord Halifax, de, ja hoe we dan toch niet met die Duitsers gaan praten en zo, ja, dat kunnen we er eigenlijk aan doen, maar geen kloot. Meer. Moeten we ons ook niet, niet, we niet zorgen dat we dat empire kunnen behouden? Er zijn dingen die we moeten beschermen. Is het wel handig om door te, nou ja, dit soort van overwegingen, het heeft niet lang geduurd. Wat Churchill de paar mensen zei, geen sprake van. En wij, wij, zullen, wij vechten door. Wat, wat er ook aan de hand is, hoe hopeloos het ook op dit moment lijkt te zijn, wij vechten door. En in die situatie, in die maanden, heeft hij een aantal spectaculaire redenvoeringen gehouden. Hij was een, hij was een zeker inhoudelijk en geweldige spreker. Dat zijn die teksten waar, waar, waar Zelensky nu ook uit leent. Hè. Wij, we zullen overal vechten, op de stranden, in, in de weiden, in de bergen. Nou, je moet het hem horen doen. Het interessante is ook: van de op, bij de eerste versie van de speech was. In het Lagerhuis was er ook geen opname gemaakt, dus hij heeft hem nog eens een keer gehouden voor de geluidsopname, als ik het wel heb. Zonder publiek? Ja, ik denk zonder publiek, want uh, zie je dat ook niet in die film over, de, over die, 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 die. Want die film had over die spannende dagen, hè? zeg maar mei-juni van 40, toen, toen Engeland er wanhopig en alleen voor stond. En in die dagen ja, heeft hij een verpletterende indruk gemaakt op iedereen. Het was hoopgevend wat hij zei. Het was wel hopeloos, maar het was toch hoopgevend. En ja, dat was Churchill. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij zo'n enorme impact heeft gehad. En die heeft hij eigenlijk die hele ja, al die jaren, 40, 45, heeft hij die gehad. Heeft hij wel eens rare ideeën verdedigd, zonder meer. Eh, maar goed, als de, als de militairen zeiden, dat is allemaal flauwekul, dat gaan we niet doen. Dan gebeurt het toch meestal niet. Nou, natuurlijk een Middellandse zeecomplex. Uh, Churchill die, uh, die vond eigenlijk dat hele gedoe van die landingen in, in West-Europa, dat zag hij absoluut niet zitten, omdat hij natuurlijk een, een Eerste Wereldoorlog-complex had, zoals zoveel mensen uit de Engelse elite, yeah, waarvan een groot deel van hun zonen gesneuveld was in de Eerste wat Wereldoorlog. Wat stelde, wat stelde hij dan voor? Hij stelde voor om, om aanvankelijk toen hij zeg maar geen kant op kon om op allerlei punten eigenlijk, uh, de Duitsers lastig te vallen, als het ware. Eh, een beetje zoals misschien die Oekraïners nu tegen die Russen vechten. Eh, die snelle kleine acties en dan zorg je dat je weer weg bent. Eh, dat zal een rol hebben gespeeld. Hij had, had de hoop op het, het verzet in bezet Europa. Maar iedereen wist eigenlijk dat dit allemaal natuurlijk geen kloot zou gaan helpen. En dat, dat Engeland zonder bondgenoten natuurlijk, ja. Daar lag dat eiland, lag daar, maar het kon eigenlijk geen kant op. Daar kwam de grote trek op neer. En dan, nou ja, het eerste wat. Want ja, je begrijpt dat de Duitsers natuurlijk daar anders tegenaan keken. Die dachten, we moeten Engeland gaan aanpakken, militair. En hoe zou je Engeland militair kunnen aanpakken? Door, door amfibische landingen uit te voeren. En dat soort dat plannen hebben de Duitsers ook gemaakt. Dat heette Operatie Ja. En eigenlijk is het, daarvoor zijn daarvoor eh, honderden Rijnaken ge, gevorderd. En ik weet allemaal niet wat er niet gedaan is. Maar je kunt. Eh, in de, is, de Tweede Wereldoorlog is het al zo dat in feite militaire operaties van enige betekenis zonder luchtsteun niet uitgevoerd kunnen worden. Dat, dat, hè, dat zijn gewoon een wonderlijke dingen in die Oekraïne. Waar is de Russische luchtmacht? Hè? Hoe komt het dat evident de Oekraïense luchtmacht een soort aanwezigheid is? Niet geweldig misschien, maar toch. Maar goed, in, ook in de Tweede Wereldoorlog, zonder luchtsteun, um, was je de klos. Als de kansen tegen Duitsland keren, dus in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog, dat hebben die Duitsers ook keurig uitgelegd na de oorlog. Hè. op het moment dat wij de superioriteit in de lucht verloren, was het in feite klaar. Als we nou even denken aan die day 6 juni 1944. Ik geloof dat de Luftwaffe toen nog, nog duizend toestellen over had. En geallieerde uh, Amerikanen en Engelsen hadden samen 12.000 vliegtuigen ja, in, in die operaties. Dus totale dominantie in de lucht. Wat ook, hè, als, je, als je dan het, uh, het keren de kansen ziet in, in Normandië. dan zie je ook dat luchtsteun daarbij een centrale rol speelt. Dus nu, we zitten nu nog in mei, juni 40. Nu was het zaak voor de Duitsers als ze zo'n operatie zouden willen uitvoeren. Waarvan volgens mij de legertop altijd gedacht heeft: het is onuitvoerbaar. Maar toch, eh, aanvankelijk was er een idee: dat gaan we doen. Dan moeten we de luchtsteun boven Zuidoost-Engeland zien te verwerven. En dat is de zogenaamde Battle of Britain. He, dat is de eerste luchtoorlog. Dit is de eerste echte luchtoorlog die ergens overging. Namelijk wie de dominantie in de lucht zou hebben boven Zuidoost-Engeland. En eigenlijk eh, ging dat gelijk op. Het was uiteindelijk ook een soort, soort padstelling. De Duitsers hadden een geweldig toestel, dat was die Messerschmitt. De Engelsen hadden twee geweldige toestellen, namelijk de vooral de, de, hoe heet het, de, de Spitfire natuurlijk. En de Hurricane, met een ietsje minder toestel, maar ook op een goed toestel. En dat, dat eigenlijk was het 50-50. Ik geloof dat de Duitsers iets meer verliezen leden. Voor de Duitsers was het natuurlijk ook een probleem als een Duits toestel boven Engeland werd neergeschoten, waren ze de piloot kwijt. En, en de hoeveelheid piloten die er iets voor konden, is de hele Tweede Wereldoorlog voor alle strijdende partijen. In kwestie van enorm belang geweest. Als dus die piloten verloren op grote schaal en in een hoog tempo was het vaak lastig om dat aan te vullen. Ten slotte hadden de Japanners en de Duitsers echt ja, piloten die, 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 die na nou, nou, minimale voorbereiding in zo'n toestel werden gezet en nou, dat, had, dat had hele negatieve effecten. Maar de, ik geloof dat de Duitsers enkel de piloten hebben verloren tijdens die Battle of Britain. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om aan die Battle of Britain een eind te maken. en om de Engelsen anders aan te pakken, namelijk door ze bij nacht te gaan bombarderen. Dat is de zogenaamde Blitz. En eigenlijk hadden ze dat beter niet kunnen doen, blijkt uit analyses achteraf. Eigenlijk hadden ze door moeten gaan met die Battle of Britain, maar dan nog, denk ik, en je weet, ik bereid me nu voor op. Ingrijpende militaire kennis in verband met onze podcast van aanstaande dinsdag. Uh, uh, het Zeeleuven is nooit een serieus plan geweest. En om een vrij simpele reden, dat de Duitsers die hadden geen enkele ervaring op amfibisch gebied. Ze hadden geen amfibisch materiaal. Nou, als je even terugdenkt aan die D, -Day, of althans de films die je daarvan gezien hebt, dan weet je dat het. De galliërden beschikten over duizenden en duizenden landingsboten met van die kleppen, en grote boten die dan weer die landingsboten vulden. En nou goed, het was een enorm complex systeem wat ze daarvoor hadden ontworpen en gebouwd. Voornamelijk natuurlijk ook door, weer door de Amerikanen met hun vrijwel onbeperkte productiemogelijkheden. Dus nee, ik denk dat Zeeleuwe nooit een in, nooit, nooit in serieuze propositie is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat de OKW, hè, dat, dat, dat op de oppercommando van de, van de Weermacht, dat zou hebben ondernomen, moet ik eerlijk zeggen. Want vergeet niet, de Engelse vloot was er ook nog. Op dat moment, denk ik wel zo'n beetje de grootste vloot ter wereld. Of werd vrij snel gepasseerd door de Amerikanen, ook weer. Dus je ziet wat die bouwden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is echt frappant. Dat is echt ongelooflijk. Je denkt ook wel eens: ze zouden het al lang niet meer kunnen, maar dan weet ik niet of, of je dat zou kunnen zeggen. Je moet ze wel een beetje een voorbereidingstijd geven. Ja, dus zo, zo. Die, die blitz die was op zichzelf eh, heel onaangenaam natuurlijk. Dat heeft uiteindelijk 50.000 Engelsen ongeveer het leven gekost. Maar eigenlijk was toen al duidelijk dat de Duitsers. Uh, weliswaar de dominante partij waren in, in dit eerste oorlogsjaar, of dit eerste oorlogsjaar waarbij ook West-Europa betrokken was, uh, maar dat ze niet op het eiland zouden kunnen komen. Dus het wachten was op een, een keren van de kansen op enige wijze, waardoor de, de, zeg maar, de geopolitieke situatie zou veranderen. En die heeft dat natuurlijk voorgedaan. Want Hitler was, heeft overigens een aanbod aan de Engelsen gedaan, ook nogal arrogant aanbod. Dat je zegt van nou ja, als je dan toch serieus wil gaan praten, dan moet je natuurlijk niet zulke, zulke arrogante kleinspraat houden. Hitler had eigenlijk het gevoel, na de Franse nederlaag, Hitler natuurlijk ook was ge, ge, gestempeld door zijn herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Hitler dacht van ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen, wat, ik heb gewonnen de, de Eerste Wereldoorlog heb ik nu gewonnen, om het maar even zo te zeggen. Uh, dus die, die uh, was inderdaad nog vrij arrogant. Uh, dan werkt die blitz, die werkt dus niet hoe uh, was het aanbod dan, wat die deed aan de Engelsen? Nou, dat de Engelsen eigenlijk die, die konden dan uh, gewoon zelfstandig blijven. Uh, maar uh, de Duitse dominante positie in Europa zou gehandhaafd blijven. En de Engelsen konden ook hun empire behouden. Er zijn ook allerlei bedweters, uh, zeker. Uh, een aantal Engelse historici heeft ook in de afgelopen jaren wel gezegd: van nou hadden we dat niet moeten doen, we hadden het misschien het empire kunnen behouden, of dat is heel anders gelopen. Ik denk dat dat volstrekt niet reëel is. Ik denk dat dat Churchill Groot gelijk had, helemaal afgezien van zijn emotionele gelijk, had hij gelijk in de zin dat als je het met Hitler op een akkoord had gegooid, had Hitler meer kans gehad om de Sovjet-Unie in één klap uit te schakelen, omdat hij zich geen rekening had hoeven te houden met, met een vijand in zijn rug, om het zo maar te zeggen. En dan zou vroeg of laatst, daarvoor dat Rusland dan uitgeschakeld zou zijn, dan zou Hitler alsnog, wiens beloftes zoals je weet door en door onbetrouwbaar waren, eh, die zou dan waarschijnlijk alsnog Engeland hebben uitgeschakeld. Dat denk ik. Eh, dan had hij misschien had die, had die dan in de Middellandse Zee iets kunnen doen. Eh. Er waren allerlei mogelijkheden geweest om zwakkere posities van de Engelsen aan te pakken. Dus ja, ik denk dat Churchill goed gelijk had om, om maar voor de wanhoop te kiezen die hij hoop inblies met zijn fantastische redenvoering. En hier zie je hoe retoriek wel degelijk historisch een rol van betekenis kan spelen. Um, en Hitler dacht natuurlijk, ja wat nu? En dat was typisch Hitler, die, die, die begon eigenlijk een oorlog. Eh, terwijl, die, de, terwijl de ene oorlog niet afgemaakt was, hè, terwijl het ene borduurwerk niet afgehecht was. begon hij aan een nieuw, veel groter borduurwerk, namelijk de aanval op Rusland. Want zijn redenering was: nou ja, dan val ik Rusland aan. En Rusland stelt niks voor, dus dat heb ik zo 1, 2, 3 gewonnen. Dat denken die lui ook altijd. Hij begreep er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van. Nou ja, een beetje, beetje Poetin en, 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 en Kiev, hè. Ja, als het gaat 48 uur, dan is het goed. Waarbij Oekraïne natuurlijk een veel kleiner land wel is natuurlijk, dan het enorme Rusland. Ja, maar Oekraïne is ook voor onze begrip ook vrij enorm, hoor. De Oekraïne is ook groter dan Frankrijk, vergeet dat niet. Je ziet altijd dat kaartje dat je denkt, nou, het lijkt een beetje op Brabant, maar dat, zo, zo, zo zit het helemaal niet in feite. Uh, dus dat. Maar het is voor Nederlanders altijd... Voor Nederland is, is is grote een perceptieprobleem. He? Ik denk dat toch veel Nederlanders je weet zijn meerdere malen in Frankrijk bij vakantie geweest en toch denk je, als je dan weg bent naar die godvergeten Côte d'Azur, denk je bij Dijon, jezus, het is wel een enorme rit. He? De kinderen beginnen te piepen en te kloten achterin en jij begint ook moe te worden. Heb er echt schoon genoeg van. He? Je moet nodig pissen, maar, je, maar je, 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 je vindt die pisgelegenheden, die zijn ook allemaal enorm smerig. En ook die Franse wegrestaurants, daar word je ook niet gelukkig van. En je denkt, was ik er maar nooit aan... Nou ja, dat werk. Hè. Kijk, in Nederland, als je even doorzet, dan ben je in Maastricht, toch? Nou, dus als je binnen de A10 de mensen aanspreekt, dan vinden ze Maastricht enorm ver. En Groningen ook. Hoor. Ja, dat ben ik wel met je eens, maar dan... Waarom ze dan naar Frankrijk gaan, dat begrijp ik gezegd helemaal niet. Dus ja, dat, dat, dat was toch ook met die Nederlandse voetbalsupporters. Er was toch nog zo'n kampioenschap wat deels in de Oekraïne werd, werd verspeeld. En, en dat ze, ze helemaal niet hadden begrepen hoe groot de afstand tussen Kiev en Kharkov was. Er waren ook af, wedstrijden in Kharkov. Is dat niet 1600 kilometer of zo? Ja, dat dus dat kunnen, ja. Ja. Nou ja, zoiets dergelijks. Je, 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 je maakt die fout ook altijd in de Verenigde Staten. Dat je denkt, nou ja, als ik het zo bekijk, dan uh, dat, dat, uh, dat is het zo gepiept. En dan blijkt het zeven uur rijen te zijn. Dat is zoiets wonderlijks. Dat in onze ho Nederlandse hoofden zit als het ware de planeet op Nederlandse schaal. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. Oké, okay, waar waren we gebleven? Nou ja, dus Hitler denkt, ja, er zit maar één ding op als ik die, die Engelsen tot overgave wil dwingen. Dan moet ik ze in feite de laatste mogelijkheid ontnemen om nog geholpen te worden. Hoe doe ik dat? Ik ga Rusland aanpakken. Want als ik Rusland verslagen heb, dat stelt niks voor. Hitler zei aan zandkasten spelen en moet je dat? Een, 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 een zandbakkenspel een kinderspel, dat stelt niks voor. Dan eh, zullen die Engelsen wel bakzeil moeten halen. En dus zo gezegd, zo gedaan, hij valt de Sovjet-Unie aan, juni. Uh, van het volgende jaar, 1941, maar in dat jaar hebben de Engelsen er helemaal heroïs alleen voor gestaan. Ook, ook de Engelse industrie draait als een tieren die je, je denkt vaak als je leest over Engeland in die jaren van wat is er toch met dat land gebeurd na de Tweede Wereldoorlog? Waarom is het op een of andere manier een leeggelopen ballonnetje geworden? Hè? Zoals dat leeggelopen ballonnetje in Winnie de Poel van Eeyore, sowieso iets dergelijks. Een hele fameuze scène, mag ik wel zeggen. Um, ja, en dan zegt het wel, terwijl, terwijl uh, was een gehaanast anticommunistische figuur, waar die gewoon gelijk in Ja, ook de Bolsjewieken uiteindelijk een, natuurlijk een bewind van moordenaars, van een erg denkbare soort. Uh, zegt hij direct van, uh, als ik, als, als ik aangevallen word. als ik de Duitsers zou kunnen verslaan. als ik, als ik de, de, de oorlog tegen de Duitsers zou kunnen. dan ben ik bereid om te pacteren met de duivel. Ik bezoek zo de hel. en ik maak een deal met de duivel. in casus Stalin. en nou ja, hij wordt, maakt meteen werk van. Uh, uh, iedere vertrekt naar Moskou. en hij maakt duidelijk. we zijn bereid te helpen. voor zover dat überhaupt in ons vermogen ligt. Maar hij begrijpt ook. Dat dit eigenlijk, uh, zeker wanneer uiteindelijk natuurlijk Barbarossa, zo heette die operatie tegen Rusland, die loopt natuurlijk vast. In het, in het late najaar van 1941 van loopt die vast. En tenslotte gaan de Russen in het tegenaanvallen. we hebben ook allemaal al eens een keertje besproken volgens mij. Uh, maar het Hitler's positie was daar natuurlijk ernstig verzwakt. En Engeland had een potentiële reusachtige bondgenoot. En 1941. Wordt tenslotte natuurlijk nog een veel fijner jaar voor Churchill. Want op 7 december 41 vallen de Japanners Pearl Harbor aan. En het is heel interessant dat op die dag. Hitler was in alle staten van, van vreugde. Want hij zei: kijk, die Amerikanen hebben nu verder ook geen last meer van. Want die worden door de Japanners bezig gehouden in de Pacific. Dus wij, bij onze positie is enorm versterkt. Uit vreugde en opwinding heeft hij stom genoeg de Verenigde Staten de oorlog verklaard, wat hij nooit had moeten doen. Ik geloof op 11 december heeft hij de Verenigde Staten de oorlog verklaard. Ook de, onder, ook de Verenigde Staten onderschatte hij ernstig in allerlei opzichten. En Churchill zegt op die dag hetzelfde. Hij zegt ook iets van, hebben we toch gewonnen? Want hij besef, besefte wel dat de deelname van de Verenigde Staten eigenlijk de, ja, het, hele, het hele gewicht, de hele geopolitieke situatie ingrijpend zou veranderen. Nou ja, we moeten dit verhaal ook weer niet te lang maken over Churchill natuurlijk, want dan moet het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog herverteld worden. En volgens mij hebben we dat al eens een keertje gedaan. Hoewel ik nu allemaal enorm interessante boeken lees over de Tweede Wereldoorlog, die we misschien nog eens moeten samenvatten in hun echt ontzettend leuke boek. Nog wel één vraag over Amerika. Waarom hebben nee, ze tot... ik ben nog lang niet klaar over. over je wil nu een vraag. Ja, op. een hele korte vraag. Want waarom, waarom heeft Amerika op dat moment niets gedaan uh, aan die oorlog in Europa? Omdat uh, dat het hele idee van Amerikaanse participatie hartstikke impopulair was. Uh, het electoraat wilde helemaal niet. Uh, Amerika had vreselijke spijt. Of althans ook de kiezers van de Eerste Wereldoorlog. aan de Eerste hmm. Wereldoorlog. En had natuurlijk. Uh, Neutraliteitspolitiek gevoerd en eigenlijk voortdurend, isolationisme heet dat. En voortdurend gezegd, we willen er uh, niks mee te maken hebben met die klote Europeanen. En ja, toen werden ze dus aangevallen door de Japanners. Het gekke is dat, dat wat Hitler dacht, dat de Amerikanen zich op Japan zouden concentreren, dat dat eigenlijk helemaal niet het geval was. De Verenigde Staten waren vergelijkende wijze zo machtig, zoveel groter en sterker dan alle andere belligerenten van dat moment, dat ze in feite twee omvangrijke oorlogen gevoerd hebben. Namelijk één in de Pacific, vooral de marines, en één in Europa. Ze vonden wel Duitsland gevaarlijker als tegenstander. Dus het was wel 60-40, maar toch, ze hebben twee enorme oorlogen gevoerd. En ook nog, al hun bondgenoten omvangrijk bewapend, hè. Terwijl de Duitsers 40.000 jeepjes hebben gebouwd, hebben de Amerikanen er 600.000 gebouwd. Ze stuurden ook moeiteloos enkele tienduizenden jeeps naar, naar, naar de Sovjet-Unie. Of vrachtauto's. Dat is het. Amerika was een, was een product. Toen ze eenmaal op gang waren gekomen, was het een productiewonder. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Um, waar zijn we nu gebleven? Nou ja, nu, nu was de hele situatie fundamenteel veranderd. Want Hitler was erin geslaagd. Om in de oorlog te raken met de drie machtigste landen ter wereld. Namelijk Engeland, wat toen nog door een, als, als imperiale mogelijkheid. nog een heel machtig land was. De Verenigde Staten, verreweg de sterkste van allemaal. En de Sovjet-Unie, die in ieder geval qua landleger. niet waar, eh, zeker nadat in het begin alles fout was gegaan. En wat dat betreft denken we weer even aan de Oekraïne. Eh, dus je moet wel oppassen dat je de Russen niet de tijd geeft om te leren hoe je het wel goed moet doen. Daar moeten we wel erg voor oppassen. Uh, althans, dat was het patroon in de Tweede Wereldoorlog. Ja, Hitler was, had, Hitler was echt een. Hoe zullen we dat nu eens zeggen? Voordat we weer allemaal boze brieven krijgen. Hitler was een prutser als stratege. Hitler heeft, heeft in no time een situatie veroorzaakt waarin Duitsland niet meer winnen kon. Uh, dat, dat is. Uh, ik geloof dat ik wel speculatief heb gezegd van voordat hij in augustus 40 had gezegd, terwijl hij daar op dat terras stond, daar in Berchtesgade met dat geweldige uitzicht. Hè, van, eh, ik, eh, ik geloof het wel. Hoe oud was hij toen? Zomer 40. Hij was van... Papa, even kijken. Hij was van 89. Was die 51. Hè? hij 51? Dat is even vroeg pensioen. Dat lijkt me wel wat. Gezellig. Bal drinken met Eva Braun. Oh nee, hij er geen alcohol. Een gezellig een kop thee drinken met Eva Braun, af en toe een Alpenwandelingetje. Hij wandelde altijd alleen maar naar beneden, niet naar boven. Liet hij zich ophalen. Uh, nee, maar dat heeft hij niet gedaan. Sterker nog, hij heeft fout op fout gestapeld. En heeft tenslotte een, nou ja, een oorlog ontketen die Duitsland onmogelijk kon winnen. En dan ben je natuurlijk toch een, een prutser. Anders kun je het niet zeggen. Als geopolitieke strateeg... Als iemand die de Eerste Wereldoorlog over wilde doen en Duitsland het machtigste land van Europa wilde maken, was het een prutser. Is het iemand die zijn kudde in een doodlopende steeg heeft geleid eh, waar, eh, waar, waar, waar geen winst te behalen viel uiteindelijk. Nou ja, je begrijpt, met Schutzer ging het van, van, van best naar beter, van beter naar best, eh. Weliswaar had hij altijd die fixatie, we moeten ons op de Middellandse Zee richten, want dat, dat is veel beter. En dat is de weken onderbuik van Europa. En via die weken onderbuik. Ja, dat dat die weken onderbuik gevuld is met de Alpen, dat werd vaak enigszins gemakzuchtig vergeten. En, maar de, zodra de Amerikanen eigenlijk de dominante partij worden, die zeggen ja, dat geloven, dat geloven nou verder wel. Maar vergeet niet, ze zijn eerst stuk geland in Noord-Afrika. En toen hebben ze daar de Duitsers en de Italianen verslagen. Dat is El Alamein, zou ik maar zeggen. Even. He, dat zo rond de tijd van El Alamein, dus eind 42, begin 43, heb je aan Alamein, Stalingrad, keren de kansen. En nou, dan is het iedereen eigenlijk al vrij snel duidelijk dat die oorlog gaan ze winnen. Ja, het kan iets korter duren, het kan iets langer duren, maar die oorlog gaan ze winnen. En dan Sicilië natuurlijk, en dan tweemaal geland in, in, in Italië. Twee landingen van een hele matige competentie, eerlijk gezegd. En de Duitsers wisten zoals gewoonlijk prima te verdedigen in Italië. Het is ook een land vanwege die Appenijnen wat je ook heel goed verdedigen kunt. En ze hadden eigenlijk het eigenlijk stil moeten zetten. Misschien dan na de verovering van Sicilië. We zien nu hoe het zit en we stoppen daarmee. We concentreren alles op landingen in, in, in Noord-Frankrijk. En dat wouden de Amerikanen en dat hebben ze dus ook gedaan. Goed, dat, dat hoeven we in principe niet, niet af te maken. Had de oorlog in 1944 beslist kunnen worden, dat is wel een bekend argument. Wie weet? Ik bedoel, ik ze zou zeggen, de Twitteraars zouden hem zeker in najaar nou 1944 beslist hebben, zonder, zonder enig probleem. Maar in de werkelijkheid liep het anders en iets moeizamer. Gebeurde er gebeurden allerlei dingen die ze eigenlijk niet verwacht hadden, maar daar hoeven we nu geen gedetailleerde aandacht aan te besteden. Churchill heeft altijd zijn twijfels gehad over die idee. Tot op het min of meer het laatste moment. Hij gaat wel zo snel mogelijk kijken. Zijn al die, ik geloof twee dagen later of zo zit hij ook in zijn landingsboot. Dat ja, heb ik al eens eerder gezegd. Hij ging over haar kijken, want alles is even interessant natuurlijk. En wat even de meeste. Nee, laat ik eerst even tot 45 doordoen. We slaan die grote conferenties maar over, want dat geeft allemaal maar details. Ik bedoel, het ging met de geallieerde zaak vanaf eind 42, begin 43 steeds beter en beter en beter. Goed, Duitsland was vanaf al lang volstrekt kansloos. Uh, in 45 waren de verkiezingen in uh, Engeland. en uh, nou ja, je zou zeggen, dit, dit, iemand die zo succesvol is geweest, die zo populair is als Winston Churchill, die moet die verkiezingen makkelijk winnen, maar dat is dus niet het geval geweest. Hij heeft de verkiezingen verloren. Uh, wat, wat, wat overal gememoreerd wordt natuurlijk. Uh, en eigenlijk is de conclusie altijd, wat waren die Engelsen toch ongelooflijk verstandig. En ze konden Churchill prima gebruiken als oorlogsleider, maar... Dat was het dan ook, het was een oorlogsleider. En nu wilden ze eigenlijk, nou ja, ze wilde nu terug, ze wilde naar Labour. En dan zou de verzorgingsstaat uitgebreid worden, wat ook allemaal gebeurd is natuurlijk. En zou er een National Health Service komen, dus in die zin was de keuze voor Labour eigenlijk. En Attlee, Clement Attlee. Overigens was het kabinet, het Engelse kabinet van de oorlogsjaren, allemaal kabinet dus Labour en... En de Tories samen. Maar Hitler krijgt toch wel een beetje de pin op de neus. Ik weet niet anders zeggen. Wat ik toch nog wel even wil. Ik wist niet dat het zo erg was. Maar het is wel interessant om daar even aan te refereren. Zo vaak als Churchill, hij 65 was toen het begon. In mei 40. Eh, zo vaak als hij ziek geweest is. Het is ongelooflijk welke attacks. Boezemfibrillatie, eh, longontsteking, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk dat deze man die jaren overleefd heeft. Hè? En ook dan zei, ze, zei de arts, ja ja, u moet, echt, u moet echt twee maanden rust nemen, Het kan niet anders. En dan stapte hij de volgende dag op de trein en ging hij van Washington naar Ottawa. Dus het, het is, nou, kennelijk had hij toch een idee, ik ga er toch niet aan dood. Dus het, het, het loopt wel, want hij is pas in 1965 overleden. Uh, dus ja, het, het, vooral iemand die zelf ook wel eens vervelende gezondheidsklachten heeft op leeftijd, die denkt: Nou, hè, die Churchill die, uh, die heeft het allemaal overleefd. In ieder geval indrukwekkend, kan niet anders zeggen. Dus ja, Churchill die, die komt in de, in de oppositionele wildernis terecht tussen 45 en 51. Want in 51 winnen de Tories weer. Dat wil zeggen, de Tories verliezen, maar je weet, het is een en... Hoe gek het ook klinkt, de Tories verliezen de popular vote, zoals dat heet. Maar winnen een kleine meerderheid in het Engelse Lagerhuis. En dan wordt eh, Churchill nog eens premier van 1951 tot 1955. Dat had hij beter niet kunnen doen. Het is natuurlijk wel begrijpelijk. En, en hij vond zichzelf natuurlijk ook. Het was, Churchill was een ijdele man, geheel terecht overigens. Maar goed, het was een ijdele man. Dus hij vond: ik moet het worden. Er waren al veel mensen die zeiden van, ja, is dat nou wel verstandig en zo. En, nou ja, toen ging de Engelse koning dood. De vader van Elisabeth II, zal ik maar even zeggen. Toen heb je dus die hele kroningsplechtigheid van, van Elisabeth gehad. De church kon geweldig met Elisabeth opschieten en omgekeerd. Je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Zij was toen piep en piepjong. Eh, en toen was het idee van nou, als, als nou de kroning gebeurd is, een wereldwijd event. Eh, niet op het niveau van de klap van. van, van uh, uh, hoe heet het, die Schmidt Will Smith, ja. Yeah. Nee, zo, zo indrukwekkend was het natuurlijk niet, dat begrijp je. Maar goed, uh, dan zou het goed zijn als dat Churchill daar nog bij was als prime minister, maar dat hij daarna zou aftreden. Maar ja, toen werd Eden zijn potentiële opvolgers. In, kortom, het liep allemaal niet goed en hij is tot 55 blijven zitten, maar. Er was ook een moment dat hij een soort hersenbloeding had gekregen, dat werd geheim gehouden. Dat, dat, dat is niet, vind, althans, vind ik niet juist en verstandig. Dus hij is tenslotte in 1955 afgetreden. De paradoxstuk van Churchill na de oorlog, en, en zeker ook zijn, zijn premierschap in de vroege jaren 50 is. Want dat is een punt wat we nog niet aangeroerd hebben. Churchill was een fameus voorstander en liefhebber van het British Empire. Als er nou één imperialist was, dan was het Churchill wel. Hij zag dat eigenlijk als een zegen voor de mensheid. En hij vond ook dat dat, dat dat empire, dat dat zou moeten blijven bestaan. En toch heeft hij daar ook bij gestaan, terwijl natuurlijk dat empire geleidelijk aan afgebroken werd, afbrokkelde India-Pakistan. Dat was natuurlijk al in de jaren 40 gebeurd. Dan zijn de Engelsen nog, Twee in feite nutteloze campagnes gevoerd tegen guerrilla bewegingen in Malacca en in Kenia. En overigens was, was Churchill van die gewelddadigheden geen groot voorstander, maar ja, hij vond het wel jammer dat het imperium bezig was te verdwijnen. Zij het dat het vervangen werd door een Commonwealth die in allerlei opzichten nog wel een soort van schaduw was van het, van het empire. En dan komen we natuurlijk aan een laatste belangrijk punt. Je weet, er staat een prachtig beeld van Winston Churchill daarbij het parlement in Londen. Waar hij zo met die, met die regia's en die stok en zo. Hij, hij, van, hij, van, hij was een prima acteur als prime minister, was hij een prima acteur werkelijk. Ja, dat is ook, kun je ook wel bij het spreken zien. Ja, Hitler was ook in allerlei opzichten. Stalin was zonder meer de meest waardeloze acteur van al deze luiken. Vandaar dat hij, nou ja, was eigenlijk de grootste moordenaar maar dat was Hitler natuurlijk ook. Hitler eh, oefende ook zijn speeches voor de spiegel. Dramatische gebaren en zo. Ja, ik maak nu dames en heren, dramatische gebaren waarvan Tom enorm onder de indruk is. Eh, dit, dit, er staan ook wel foto's van bekend, moet ik zeggen. Ik Zoek het maar eens even op op het internet, zo in de Wikipedia. Huppakee. Eh, Chustel was een racist. In de zin dat hij dacht dat het plankenras gewoon beter was en meer verantwoordelijkheden dat had. Dat sprak hij ook uit. Dat sprak hij ook uit. Maar en, en goed, nu is er op dat beeld, toen daarom begon ik erover, is onlangs het in het met wit racist gekalkt. Nou ja, de cancelcultuur. De cancelcultuur. Juzzle cancel is gecanceld. Ja, dus nou ja, dan denk je ook wel aan een, een treurig soort van infantilisme. Als je dat soort van dingen doet. waarmee je... Denk ik alleen je eigen zaken en grote schade toebrengt. Zodat het beeld ingepakt moest worden in een soort houten doos. Omdat ze bang waren dat het op ver getrokken zou worden. Dat is wel droevig. Ik zou maar zeggen: de, 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 de historische, het historisch bewustzijn van de cancellers is wel van een, nou ja, een kleuterniveau. Sterker nog, de meeste kleuters zijn eigenlijk nog verstandiger, zal ik nou maar zeggen. Maar was hij een racist? Ja, zonder meer. En uh, de was hij een imperialist? Ja, zonder meer. Maar hij was geboren in, in 18. Het was toch weer 74, weet je nog wel? Hebben we op moeten zoeken? Ik dacht 75, maar het was 74. Hij was een kind van zijn klasse. Hij was een kind van zijn tijd. Hij was een product van zijn tijd. Zoals we allemaal producten van onze tijd zijn. Zelfs die halfgare cancellers zijn producten van hun tijd. Een canceltijd. Die tijd gaat ook weer voorbij. Er komt een tijd, lieve cancellers. Er komt een tijd over een jaar of wat, waar we hartelijk zullen lachen om uw belachelijke idioten. Activiteiten. Het cancelen van Napoleon, het cancelen van Churchill, het cancelen van Abraham Lincoln. God allemachtig, wie heeft u al niet gecanceld. U zou mij een enorm plezier doen als ik ook werd gecanceld. Ik, ik verlangen haar om gecanceld te worden. Kan dat niet? Kan dat niet geregeld worden? Eh? Misschien kunt u in de Kamer een motie laten aannemen. Dat is toch al gebeurd? die ja, als die verlossen, moest een hem backhouden, zoiets. Je, ben, je wordt iedere keer opnieuw gecanceld. En dan... oh ja, je word je steeds opnieuw gecanceld. Nee, bij jou is dat toch zo? Je werd dat eerst met die vaccinatie en toen... Uh... Ja, dat is ook als... Ja, ik weet niet of je dat cancel kunt noemen. Ja, nee, je bedoelt uh, internetwoede, bedoel je. Ja, en toen met die Oekraïne de toestand. Ja, ja, ja. God, het is... Uh, ik lees regelmatig, hoe is het gods mogelijk dat die... Nou, enzovoort. Ja, en... Laat maar zie Churchill in zijn tijd. En ik laat het afsnijden met het feit wat je verder ook van Churchill mogen denken. En in sommige opzichten was het een zonderlinge man en heeft hij gekke dingen gedaan. En hij was een drama voor zijn kinderen in allerlei opzichten. Maar het gaat om het heroïsche moment van mei, juni 40. En de toespraken die hij toen gehouden heeft, dat is groots. En als u hem wilt cancelen, dan bent u geen knip voor uw neus waard. En Zelensky die haalt hem dus nu weer aan. Dus... Ja, Zelensky die, of althans een speechwriter, ik weet niet precies wie dat op uh, ver heeft, die verhalen. Die, het is wel duidelijk dat hij die, dat die die toespraken, die paar grote toespraken van, uh, van Churchill in, in het voorjaar van 40, dat hij die, die goed gelezen heeft. Ja. Want Zelensky had ook zo'n verhaal, we vechten in de bossen, we vechten her en we vechten der. Het, het. Ja. Leuk goed. gedaan. Hoe kwam het eigenlijk dat, dat hij goed, uh, bedoel ik dus uh, Churchill, dat hij goed wist hoe hij het leger moest aansturen? Want hij heeft zijn hele leven geschreven, hij zat met de sigaar in bad. Hij was beroepsmilitair geweest. Ah, hij is beroeps, oké okay, dus. Hij is niet gaan studeren, na, de, na de, de koolschool is hij niet gaan studeren. Hmm. Hij is naar Sandhurst gegaan en officier okay. geworden. Hij wou vaak knokken. Dus hij heeft het geleerd. Hij liet zich ook steeds overplaatsen, vaak onder, met de invloed van zijn moeder, daar hebben we het over gehad, naar plekken waar daadwerkelijk geknokt werd. En hij wilde flink op een paard zitten en schieten. En ja, hij is beroemd geworden doordat hij gevangen was genomen door de boeren in Zuid-Afrika. En daar is hij op spectaculaire wijze okay. is hij ontsnapt. daar ja. heeft hij daar weer een boek over geschreven. Want bij al deze dingen die hij deed, heeft hij een immense productie heeft gehad op het punt van historische werken. Hij heeft ook natuurlijk een meerdelige, zeer meerdelige geschiedenis geschreven ook wel enigszins met eigen parti in erin... Eh, over zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. En heeft tenslotte... Ik denk dat, dat uh, Churchill even weinig, zo niet de enige prime minister is... die ooit de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Kijk, Obama heeft de Nobelprijs voor de vrede gewonnen... omdat iedereen zo blij was dat die stomme Bush was opgekrast. Maar Churchill heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk... Nooit iets, echt iets van hem gelezen heb. Ik heb wel eens gedacht: zal ik eens kijken? Ik heb ook dus je weet gekeken. ook niet of het goed is. Nee, ik denk dat het toch ook in alle opzichten sterk verouderd is. Maar ja. hij was een man van grote historische, uh, uh, retorische talenten. Ja. En hij en was een man die natuurlijk. Nou ja, dan zijn er hoeveel Bomo's er wel niet van Churchill bekend zijn, dat, dat loopt echt in de tientallen. Ja. Dus awesome, moest hij losse, moest hij houden, zoiets. De sluipschutter Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopt en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas.